En wat ik bij het tuincentrum moet doen, nou, ik neem in ieder geval Rijka dan mee. Ja, maar weten jullie dat? Maar of het vandaag lukken gaat, weet ik niet. Maar dat zien we wel. Het komt allemaal wel weer goed. En we zullen het beleven. Ja, toch? Ik zou zeggen, hou gewoon voor goede moed. Dan komt alles goed. Dan gaan we hem hier openen. Oh ja, er zit ook bovenop zit een rits. Die kan open. En dan zie je de haren. Met de bedoeling, ze kan ook een corsetje om. Ja, een hele goede, liefdevolle middag gewenst vanaf Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag alweer reeds woensdag de 18e oktober en we leven al, ja schrik niet, 15:40. En ja, ik heb vannacht amper een oog dicht gedaan dat ik Sky riep. Toen had ik misschien net een uurtje geslapen en dat was om 9:30 dat ik Sky moest roepen. Want die had de telefoon vergeten, dus ik moest hem roepen. Ja, en ik had amper een uurtje geslapen, dus ja. Ik zeg, ik ga weer terug bed in, want dit red ik zo niet. En nou ja, dan oh ja, ben ik nog de droger weer vergeten aan te doen, want het spul is nog nat. Dus ja, nou ja, kan wel, loopt ook niet weg. Moet ik het zo meteen even eerst doen en dan ga ik de meisjes uitlaten. En als ik dan terugkom, dan kijk ik hoe laat het is. Ik moet ook even kijken naar de tijd tot hoe laat het tuincentrum open is. Gaan we gelijk even door. Zo dan, even het geluid hier al uit. Daar wil ik hier weer eens van. Nee, uit zeg ik. Weg ermee. Ja, moet ik jullie even daar maar neerzetten. Dan zijn jullie een klein beetje scheef, kijk ook niks aan doen. Openingstijden, tuincentrum. Mijn muis, die moet ik hebben. 17:30, is 17:30. Moet ik redden. En anders, ja, dan, nee, morgen red ik het niet, want dan komt morgenochtend, moet ik betijds eruit, want dan komt Karin met een K, mijn begeleidster. Morgenmiddag komt Willy en die komt later, dus ja, tot morgen red ik het sowieso niet. Dus het wordt of vanmiddag nog, of vrijdag. Ja, 17:30, wat een tijd. Nou, ik zeg sluiten, zo. Dus ja, dat dus. En dan zullen we het beleven. Dus we gaan opschieten en ik zeg gewoon geniet van je dag met wat jij of jullie doen. Gaan wij ook doen. En wat ik bij het tuincentrum moet doen, nou, ik neem in ieder geval Rijka dan mee. Ja, maar weten jullie dat? Maar of het vandaag lukken gaat, weet ik niet. Maar dat zien we wel. Het komt allemaal wel weer goed. En we zullen het beleven. Ja, toch? Ik zou zeggen, hou gewoon voor goede moed. Dan komt alles goed. Tot later. Zo, ik ben bij de meisjes weer thuis, lieve vrienden. En Rijk heeft de halsbandje nog om. Ja, die heeft een roze. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar ze krijgt even dat dekje om. Dat is maar gewoon enkel maar een dekje. Maar dan is ze in ieder geval wat beschut. En dan gaan we eventjes naar het tuincentrum eentje halen voor haar. En dat gaat denk ik ook over de pootjes heen. Tenminste om de voorpootjes. Hé, kind? Ja. Dus we gaan ons klaarmaken en ik neem mijn mobiel mee. Die zit al in mijn tas. Laat ik jullie lekker dit keer thuis, want ik moet haar dus wel even aankleden en alles. En dan kan ik geen zwaar gewicht als jullie meenemen. Nee. Ja, ik neem jullie wel mee. Via mijn telefoon. Mijn mobiel. Ja, en deze laat ik thuis.
Dus ja, dat dus. Nou, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie krijgen te zien, komen te zien, etc. Ik zou zeggen, tot later. Nou, we zijn weer thuis, zoals jullie zien. En ik kon daarom helaas niet filmen, nee. Ik heb er niet aan gedacht, ook omdat we druk met haar bezig waren. Maar ja, het is wat warmer ook en het zit beter voor de knekkie dan dat ding. Ja. Hé, hey, ja. Dat is meer een regenjasje, zeg maar, ook voor de zomer. Ja, want het is maar een dun dingetje, een flutter dingetje, ja, van de Action. Daar kan ik niks van verwachten. Die is dikker en beter. Enkel waar die wel wijd, een beetje te wijd is. Dat is bij de buikje, maar beter te wijd dan te krap. Ik zal even kijken. Ja, zo gaat het wel mee, ja. Even een beetje verbuigen. Zo. Oh. Dan gaan we hem hier openen. Mag ik hem? Oh ja, er zit ook bovenop. Zit een rits. Die kan open. En dan zie je de haren. Met de bedoeling, ze kan ook een corsetje om. En dat je haar daar aankoppelt. Dus ja, helemaal toppie. En ik kan hem hier ook strakker maken, ook wijder. Nou, hij zit hier ook, dat is zat. Strakker hoeft hij ook niet, hè? Nee. Nee, kind, maar ja, ze is prachtig, hè? Ja! En dan wordt ze daar los. En dan kun je ze daar uitstappen, maar het kan ook anders. Kijk, zo. Nee, kom eens hier, kom eens hier. We zijn nog niet klaar. Aan deze kant kan het namelijk ook, lieve schat. Ja, kan aan alle kanten. Zo. Nou, hoe geweldig. Ja, dus het gaat om de nekje. Ik zal jullie even omdraaien naar mij toe. En even dat even draaien. Even kijken hoor, en dan weer draaien naar mij, zo. Nou, even zien hoor, hoe deden we dat? Nou ja, het gaat dus om haar heen en dan maak je altijd eerst de nekje vast. Lekker lang nekje, heerlijk warm. Nou, en dan gaat dit tussen haar voorpootjes door. En dan de ene kant, en het is ideaal, hè, met een klittenband, heerlijk. Nou ja, dan kan ik hem nog iets strakker maken ook. Want het hoeft niet per se... Even zien hoor. Zo. En dan kan dat aan die kant ook, en is die toch altijd weer strakker. Zo. Nou, en lekker lang over haar kontje heen. Ja. Nou ja, jeetje pietje, jeetje poepen. Nou, dit is het wasmerk. Ik moet even koekeloeren. 30 graden. Niet strijken en niet in de droogtrommel. Nee, hè, hè. Maar in ieder geval. Nou, dan kan ik hem hier aan ophangen, aan deze noot. Want er zit nooit niet een lusje aan, hè. Aan de kapstok. Ja, nou, dan vind ik dat toch weer veel beter dan dit ding. Want dit gaat over haar nekje. Dit is tot aan haar kont. Nou. Hup. Nou, dat scheelt nog een stukje. Dat scheelt nog een stukje. Qua lengte. En ja. Dit is wel weer goed, wat onder de buikje doorgaat, is wel goed. Maar wat haar te wijd is, dat is dit. Want dan hek ik hem op het uiterste. Wacht even. Zo, en dan hou ik dit nog over van het klittenband. Dus daar zit hij aan vast. En dan is hij er nog te wijd. Dus ja. Hoe dan, hè? Maar in ieder geval, we gaan dat even opruimen. En ik ga lekker een bak koffie maken. En ik ga... aan het werk in de keuken, want die vaatwas die moet er doorheen.
En ik heb nog wat nieuws gekocht. Ja, voor Halloween. Helemaal leuk, helemaal geweldig. Dat even hier ook. Oh, dat was nog goedkoop hoor. Gewoon bij de Vibra. Ik zal het eentje laten zien. Het is voor de Halloween natuurlijk. Glue in the dark. Ah, glue in the dark. Glue in the dark. Hi kind. Nee. Oh, er zitten er meerdere in dan. Oh, wat leuk. Nou, kijk. Er zitten er meerdere in dan ik dacht. En dat voor hoeveel? 1,29, zeg maar 1,30. Kijk. Spookies. Drie spookies, dat is 6 spookies. Want ik heb nog een zakje. Dus 3 spookjes voor 1,29. Nou ja, wat denk je wat ik ga doen? Natuurlijk, ik ga dat ophangen. Ja, leuk. Oh, gezellig. Ik laat het jullie straks wel weer zien, want ik wil ook even eerst koffie. En daarna is hij wel weer. Ja, dus dat gaan we gewoon even doen. Ik heb nog zo'n zakje. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, het is weer heel erg laat. Nou ja, laat. We zijn wel later geweest. Ja, echt waar. Ik zal even kijken hoe laat het is. Maar dan moet ik mijn telefoon open doen, want ik heb mijn computer al uit. Ja, ken je dat? 18 minuten over 1. Dus vrij netjes voor mij doen. Ja, wij gaan lekker naar bedje toe, lekker slapen. Het regent, het spoelt. Dat laat ik ook aan jullie zien. Moet ik hem weer openen, denk ik? Nee, toch niet. Ik laat bij 2 keer zien. Dat is die. Ja, dan gaan we naar de andere toe. Dat is de witte, zeg ik altijd. Nou ja, ja, de witte. Maar het nieuws op de televisie werkt ook met die. Nou ja, dan denk ik, ja, welke heeft nog gelijk? He? Deze is minder pieken dan die blauwe, dan die donkere. Kijk, wat er hier dan nog aankomt, dat is toch veel erger, denk je dan. Maar ja, ik ga naar bed, ik trek me er lekker niks van aan. Ik ga weer even wel een lekkere kruik klaarmaken voor mijn voetjes, want die zijn steenkoud. Morgen een drukke dag, morgenochtend om 10 uur komt Karin met een K al voor de deur, mijn begeleidster. Morgenmiddag komt Willy. Morgenmiddag zou er nog iemand komen, maar dat is vraag 2. Of die zijn belofte nakomt, dat is vraag 2. Dat is iemand die kan schilderen. Ik heb hem gevraagd naar het naamplaatje en naar mijn naambordje te kijken met het draaitintje, of die dat op kan knappen. Ik hoop het, van harte natuurlijk. En kijk of hij dat van wil doen, ja of nee. En ja, ik kan hem er ook niet afhalen, dat zal hij ook moeten doen. Want ja, dat kan ik allemaal niet doen, hè, nee. Dus, en dan... dan hoop ik dat hij dat even voor mij wil doen en voor mijn mannetje erboven. En of hij dat één keer in de zoveel tijd inderdaad dan wil bijhouden. Maar dat merken we wel weer. En hoe heet het? Sky, die is net al naar boven toe. Die slaapt hier een paar dagen. Ik geloof een stuk of 5. En dan mag hij weer terug. En dan mag hij geloof ik 3 dagen weer bij Patrick slapen. En dan moet hij weer ergens heen. Nou ja, we zien wel hoe dat ruilt en zeilt. Maar in ieder geval, ik heb overdag geen last. Het is dat hij s'avonds om 11:45 komt. En dan, dan is het ook niet zo lang voor mij. Maar hij is lief, dus ja, lieve jongen. Dat moet kunnen. En dan begint mijn neus te jeuken. Ik moet mijn neusspray nog nemen, zo meteen, ja. En, maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal in ieder geval welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Over jou en over jou. Maar ook over mij. En dat maakt mij blij. Daarom zeg ik gewoon, lieve vrienden,
geniet van jullie nachtrust. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!